En eigenlijk stonden er 3 flessen whisky volgens mij. En 2 waren van het café zelf, dus daar zat echt whisky in. En in die andere zat gewoon appelsap. En daar hoorde Edson dus eigenlijk uit te drinken. Mijn naam is Adi Sondels Reis. Ik speel de rol van Nando. Is dit alles wat je hebt? Wij zijn Dos Santos, vriend. Eigenlijk is het gewoon een kleine hoodwalk die ik jullie ga geven. Dus kom lekker mee. We gaan lekker checken wat er allemaal is. We staan hier bij de deur. Waar ik stond aan te bellen in een van de afleveringen. En dan zit ik hier heel de tijd naar boven te kijken. Sta ik hier. Hè? Ik ga nu maar niet aanbellen voordat ik dadelijk een boze bewoner uit het raam krijg. In de aflevering ben ik op zoek naar Glenn en Jermaine. En Glenn en Jermaine die wilden die auto rijden van mijn moeder met een werknemster van ons die van de Caverische eilanden was gekomen. Broer, ze is net van Cabo gekomen toch? Ze praat nog geen Nederlands, je moet Engels met haar taken. Cabo? But I'll see you, okay? No, you're not gonna go home. We're gonna go drink someplace, right? No, I have an early shift tomorrow. So... I'm gonna put you home early, no problem. No! Come on, let me drive. Hey, the buggy open. Get in the car. Get in the passenger seat. Of course. But drive safely, okay? Of course I'm gonna drive safe. I mean, look at me. En wat doet die druiloor Jermaine? Die krijgt een aanrijding of hij vliegt in ieder geval over de kop. En onze werknemster uit Cabo laat hij gewoon voor dood achter in die auto. Als je dat bij Santos doet en wij komen daarachter... Dan gaan we naar je op zoek. En kijk eens wie daar komt aangelopen. Hey, Paca Sisa. Paca Sisa. Waar kom jij vandaan? Weet je niet waar we Glenn kunnen vinden? Je ziet er wel beter uit dan Nando. Ja, hey, gelukkig. Dus een klak, klak. Let vooral op de schoenen van Nando in de serie. Omar, kom op, no vemos. Of luister naar zijn schoenen. Hey. Klak, klak, klak. Oké, okay. Iemand wil iedereen een middelvinger. Toet, toet, toet. Ook, oké. Nou, is goed. Wat is die toren die Nando altijd zegt? Es cosa e nossa. Es cosa e nossa. Easy. Gaan we naar het café. Ik check je zo. We gaan doorlopen nog naar het café. Ik ben hier iets verderop geboren. Mijn school zat daar. Dus ik liep elke dag liep ik deze weg. En dat was in de jaren 80 en toen was de jaren 80 was deze wijk nog helemaal echt een, was gewoon een ghetto. Ook al willen mensen het niet zo noemen. Voor de personage van Nando, wat dus eigenlijk een afkorting is voor Fernando, maar toevalligerwijs is dat ook gewoon mijn eigen echte tweede naam. Dus ik heet Adison Fernando, vernoemd naar mijn vader. Dat is de eerste Fernando. Het café waar wij op zoek gingen naar... Naar wie waren we toen op zoek? Oh ja, ook weer naar Jermaine natuurlijk. Druiloor Jermaine, en dat is dit café. Ik ben nog niet open. Jenny Jen. Hey jongens. Hoe is het nou? Ja, lekker. Met jullie? Ik heb alles netjes betaald, hè? Geen zorgen, Jen. We komen vandaag voor heel wat anders. Edson, die komt binnen en die pakt dan een glas, toch? Moeten jullie maar opletten. En eigenlijk stonden er 3 flessen whisky volgens mij. En 2 waren van het café zelf, dus daar zat echt whisky in. En in die andere zat gewoon appelsap. En daar hoorde Edson dus eigenlijk uit te drinken. En te schenken. Maar wat doet hij? Hij tapt gewoon een ander flesje en daar zit gewoon echte whisky in. Dus waarschijnlijk in een van die shots... Is het gewoon dat je iemands gezicht echt opeens ziet veranderen omdat hij beseft, wacht even, dit is gewoon echte whisky wat ik nu aan het drinken ben. En dat is dus allemaal hier.